Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanu. Bij deze de maandreading voor juli 2020. Dus dat is even kijken hoe de energie is op dit moment. En ik ben nu bezig met cursussen in groepsverband. En dat doe ik via Facebook of via WhatsApp. Ik heb inmiddels al bijna 3 groepen vol. 2 sowieso al helemaal vol. En er is nog wat plek voor een groep in de WhatsApp-groep, zeg maar. En via Facebook wil ik ook nog 1 groep opzetten. Dat is voor 5 weken lang. En ja, een beetje een combinatie van voeding en spiritualiteit. En een stukje bewustwording en coaching. En ja, voor degene die dat leuk lijkt, dan kan je nu nog aanmelden. En ik zal onder het filmpje dan even wat dingen delen over hoe je kan aanmelden. Dat kan via mail of via Facebook. En ja, mocht je dat leuk vinden, dan hoor ik het wel van je. Dus even kijken. Ik heb het gevoel dat er toch wel nog een periode van ja, diepere heling aan het plaatsvinden is. Dus dat je echt meer die balans in jezelf gaat bereiken. Maar ik denk nog niet helemaal in deze maand. Ik denk dat je eerst nog wat dingen onder ogen gaat komen. Dingen die je misschien niet zo leuk vindt aan jezelf. Een beetje de schaduwzijde. Ja, dat je misschien bepaalde patronen of gedrag gaat doorzien. En dat je daardoor daar ook iets aan kan veranderen. Dingen die jou misschien onbewust blokkeren waar je eigenlijk niet echt weet van had, zeg maar. Teleurstelling en jaloezie. Het kan zijn dat het een energie is die in jezelf zit. Of ja, misschien krijg je te maken met die energie door middel van andere mensen. Dus dat andere mensen ja, misschien teleurgesteld in je zijn of jaloers zijn op, ja, op jou. En dat je daarin misschien ook keuzes moet maken om, misschien moet je mensen op afstand houden of mensen loslaten. Of ja, het kan van alles zijn. Dat is bij iedereen natuurlijk anders. Dit is wel een hele mooie kaart. Ik heb meer het gevoel alsof het een beetje, ja, ik heb de kaarten leg ik eigenlijk gewoon op gevoel. Maar heel vaak als mensen 3 kaarten leggen, dan is het ook wel eens verleden, heden en toekomst. Dus dan zou dit verleden zijn, heden en toekomst. Dus ik denk meer dat dit dan een beetje rond eind juli of misschien ergens in augustus, dat de dingen wat meer beginnen te stromen voor de meeste mensen. Iedereen zit natuurlijk in een eigen stukje en op een eigen pad. Het ligt er ook aan hoe lang je al bezig bent met ja, jezelf te helen, zeg maar. En welke stap je al hebt gezet. En daag jezelf uit om buiten je comfortzone. En nou ja, een beetje die energie, zeg maar. Als je echt nog heel erg vast zit in angst en andere dingen en onzekerheden, dan is de kans niet heel groot dat je al een succesvolle relatie krijgt. Kan wel. Iedereen heeft natuurlijk een ander pad. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die ja, als pad eigenlijk hebben om eerst volledig zelfstandig en volledig op eigen benen te staan voordat je ja, die liefdesrelatie kan krijgen, zeg maar. En dan mag je soms eerst focussen op je eigen stukjes of je eigen werk of vriendschappen, financiële dingen, ja, wat dan ook. Het is bij iedereen weer anders natuurlijk. Communication is key. Dus ik heb wel het gevoel dat er meer balans ook gaat komen. Dat je jezelf op een makkelijkere manier kan uiten. Misschien dat je voorheen wel snel boos of geïrriteerd of gefrustreerd kon zijn. En dat het nu, dat de dingen gewoon wat meer beginnen te stromen. En dat je jezelf makkelijker kan uiten. Waardoor je ook minder snel ja, strijd hebt met anderen. Want je spreekt eerder uit wat je ergens bij voelt. En wat je denkt. En daardoor hou je je niet te lang stil en komt er niet een onredelijke reactie in één keer. Omdat jij alles de hele tijd maar ja, stilhoudt, zeg maar. En niks durft te uiten. Ja, bij deze vooral het gevoel dat er wel een soort van nieuw begin zit aan te komen. Plotselinge wending, nieuwe dingen of veranderingen. Het kan ook zijn dat er wel even wat ja, een beetje boosheid nog uit moet of kan komen. En dat je daardoor wel
die drive gaat vinden om de juiste stappen te zetten. Misschien wil je radicaal ergens mee stoppen, werk of vriendschappen eindigen. Het kan echt kan van alles zijn. Dat je gewoon in één keer een heel ander pad gaat inslaan. Of misschien wil je huidige relatie beëindigen. Of dat, ja, het kan echt van alles zijn. Maar ik heb het gevoel dat het gaat om iets wat echt al heel lang eigenlijk niet meer goed voelt. Iets waar je ja, nog niet de stap in durfde te zetten. En wat je waarschijnlijk wel gaat doen nu. It's time to take action. Ja, dus het kan zijn, als ik de kaarten zo bij elkaar zie, dan heb ik echt het gevoel dat er nog een laatste soort van trigger aankomt die jou misschien heel erg raakt, of die jou heel boos gaat maken. En dat je aan de hand daarvan gaat besluiten om andere keuzes te maken en dat je dingen gaat loslaten. En ja, dat kan ook gewoon, het hoeft niet met de buitenwereld te maken te hebben. Het kan ook een proces in jezelf zijn dat je denkt, ik ben er nu echt klaar mee en ik ga actie ondernemen om, nou ja, de beste versie van mezelf te worden of ja, dingen anders aan te pakken of andere keuzes te maken, beter voor mezelf zorgen. Ja, dat kan van alles zijn. In elk geval dat je ja, vanuit zelfliefde bepaalde keuzes gaat maken. En misschien meer in jezelf gaat investeren qua tijd of geld. Of ja, ook dat kan van alles zijn natuurlijk. Wijsheid. Misschien ga je wel een bepaalde cursus of workshop of ja, iets met coaching of zelfstudie doen. Dus dat je veel boeken gaat lezen. Of misschien ergens online of in het echt een workshop of een cursus volgen. Je gaat in elk geval een bepaald inzicht krijgen. Doordat jij een stap gaat zetten. En dat gaat een bepaalde helderheid geven. En bepaalde. Ja, dat de dingen echt op zijn plek vallen. En dat het laatste setje eigenlijk was die je nodig had om. Ja, echt weer vooruit te komen. Het is net alsof je ja, een soort van stilstaat. Of dat je het in elk geval zo ervaart. Dat je vlak voor de drempel staat. En dat je niet meer vooruit kan komen. En dat je daar wel gefrustreerd over bent. Maar dat er in één keer straks een gevoel is. Of je intuïtie of iets komt op je pad. En dat je zegt, ja, dat ga ik doen. En daardoor. Door datgene wat op jouw pad komt, kan er ook weer een nieuw begin komen. En ga jezelf meer openen. En ja, gaat er ook een stukje heling plaatsvinden. En weet je misschien ook in één keer wat je wil en waar je echt blij van wordt. En door jezelf dat te gunnen, die tijd die je in jezelf gaat investeren, of dat geld, of bereid zijn om een stapje terug te doen met iets. Dus ergens mee te stoppen wat niet meer goed voelt. Daardoor gaan jouw financiën ook toenemen. En dan kan er ook echt gewoon een nieuw begin komen. Ik zal nog heel even kijken wat er uitkomt met de engelenantwoorden. En dan nog even de engelenromantiek. Behulpzame mensen. Dus het kan zijn dat je door iemand anders iets op je pad krijgt. Of iemand die jou ergens mee gaat helpen en jou inzichten gaat geven. Ik heb niet het gevoel dat je echt om die hulp moet gaan vragen. Maar dat het meer is dat iemand het aanbiedt. Of dat je ergens iets ziet of leest. Of dat je al heel lang het gevoel hebt, ik wil dit of dat gaan doen. Misschien een nieuwe opleiding of wat dan ook. En dat er dan in één keer nog een soort teken komt. Of een boodschap van iets of iemand. Of je leest iets en dat je denkt. Nou ja, dat je denkt, ja, dat is het. En ik ga het nu doen. Het is nu de juiste tijd. Ik mag nu die stap gaan zetten. En dan zie ik wel waar dat mij gaat brengen. Maar het voelt goed. En ik kan mezelf geen beloftes maken dat dit ja, voor altijd is. Maar dat je denkt van dit moet ik nu doen. En ik weet nog niet waarom. Misschien wil ik er wel niet veel mee doen. Misschien wel. Maar ik heb gewoon die inzichten nodig, of ik moet dat gewoon doen om ja een stap verder te komen. Nou, het is wel heel mooi. Komt weer zo'n kaart bij. Vragen anderen om hulp. Toch heb ik het gevoel dat je er niet echt om hoeft te vragen, maar dat het meer gaat om het jezelf gunnen en dat het je dan misschien wordt aangeboden
Of misschien, nou ja, mocht je mee willen doen met mijn cursus, dan kan je ook bijvoorbeeld in de groep steun krijgen van elkaar. En dan kan het wel zijn dat je toch misschien over een bepaalde drempel heen moet. En eens een keer aan iemand moet vragen, joh, kom er niet helemaal uit, wil je me helpen? Of, nou, ik vind dit of dat lastig. Dat je dat ook gaat doen, dat je ook voor jezelf dingen gaat overwinnen. Ook bepaalde angsten en als je het lastig vindt om hulp te vragen, dat je het toch een keer gaat doen. Want als je dat lastig vindt en je gunt het jezelf niet, of je kan dat niet ontvangen, dan, ja, dan blokkeer je jezelf ook eigenlijk. Dus dat is zonde. Passie, laat je hart en ziel vrij en blij zingen. Dat is wel een hele mooie kaart. Misschien heeft het met de liefde te maken, maar we zagen net ook al. Even kijken of die er nog bovenaan ligt. Deze. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die, als deze kaart. Passie, dus dat je toch, ja, dat de dingen meer beginnen te stromen. Dat je weer beter in je vel gaat zitten en zulke dingen. Huwelijksreis. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. En geef uiting aan je liefde vooruit en maak een romantisch gebaar. Nou, ik ben benieuwd of jullie veel herkennen in de reading en... mocht je mee willen doen met de cursus, dan kan je nog aanmelden. En anders tot de volgende keer.